Het was mijn dochter Serena, die ik net nazwaaide. 21 jaar, bijna 22, gaat binnenkort trouwen. En dan als moeder zijn en dan ga je wel eens terug in de tijd. Het is april, de maand van Pasen. En vorig jaar was Serena hier ook rond die tijd en toen zaten we te kletsen. En toen zei ze, mama, weet je nog van vroeger dat ik bij de Merels zong? Ja, dat wist ik nog. En toen zei ze van, wat voor versje zong ik ook alweer? En dat wist ik nog, maar dan ga ik even een heel stuk terug in de tijd. Ze was een jaar of 6, 7 in die buurt. Heel schattig, mooi blond meisje. Zag er heel leuk uit. Had leuke kleertjes aan. Altijd vrolijk, goed gemutst. En ze stond ook bij de Merels, een beetje vooraan. Alleen het één nadeel, ze mocht nooit solo zingen. En daar was ook echt een beetje wel een reden voor. Dus ze kon niet mooi zingen. Maar ze wilde zo graag. En ze heeft zo vaak gevraagd aan Bea, die dat koor toen al leidde, van mag ik één keer zingen? Totdat Bea op een gegeven moment zei, nou Serien, dan mag jij een versje zingen. En het versje heette, lieve Heere Jezus, als ik eraan denk. Dus Serena die had een blaadje meegenomen naar huis. Dat we het even konden oefenen elke avond. Dus elke avond, voordat ze naar bed ging, het papiertje erbij. En dan begon zij te zingen. Lieve Heere Jezus, als ik eraan denk dat u voor mijn stier, wat een kostbaar geschenk. Toen zei ik, stier? Nee, Serena, het is stierf. Dus doe nog eens een keer. Dus Serena weer opnieuw. Dat u voor mijn stier, ik zit er zelf nog een stier in. Het is stierf. Oké, okay. Dus dan moet je goed naar mama haar vinger kijken. Als ik zo doe, weet je dat het geen stier is, maar stierf. Dus elke avond oefenen. Elke avond ging het mis, totdat ik mijn vinger opstak. En dan kwam de efter achteraan. Nou ja, toen was het dus Pasen en de Merels mochten zingen. De Serena die stond vooraan en ik zat in de kerk wel een beetje in het zicht van haar. Want ik had gezegd, let op mama, haar vinger. Dus dan mocht ze naar voren komen, haar versje doen en het orgel begon te spelen. En eerst kan je allemaal mep op de schouder van mensen die om je heen zitten. Van kijk, die ja, dat is Serena. Ja, dat weet ik, mijn kind, mijn dochter. Die gaat solo zingen. En ik wist dat ze niet echt mooi kon zingen, maar toen maar. Dus ze begon te zingen. Ach, en het klonk zo aandoenlijk. Heel vals, maar het was gewoon aandoenlijk. Dus dan zo'n klein blond ding staat er te zingen. Ja, toen kwam het zinnetje, dus ik zat heel gespannen daar. Lieve Heere Jezus, als ik eraan denk, dat klonk heel duidelijk, dat hij voor mijn stier, wat een kostbaar geschenk. Dus ik moest inmiddels te lachen en denken, maar ze pakt hem. Dus het feestje was afgelopen en nou ja, de Merels. Dus jaren later zit zij dus hier in huis. En vorig jaar dus. En toen had ze het over, mama, weet je nog dat ik bij de Merels solo mocht zingen? Ja, dat weet ik nog. En toen zegt ze van, ik zong toen eigenlijk niet mooi. Nee, niet echt mooi, zei ik. Ik kwam nog een beetje. Toen zegt ze, volgens mij zong ik heel vals. Ik zei, nou, Serien, als ik bij The Voice had, dan had ik mijn stoel niet voor je omgedraaid. Nee, ze zei, nee, eigenlijk weet ik dat wel. Toen zei ze, maar ik wou het toen zo graag. Ik zei, ja, dat weet ik. En ze was een poosje stil. Ik zeg, waar ben je over aan het nadenken? Toen zegt ze, nou, ik kan niet op dit versje komen. Dus we waren een beetje met z'n tweeën aan het denken. En ik zei, het ging over Pasen. En één keer krijg ze een ingeef. Toen zegt ze, ik weet het weer. Ik zeg, nou, wat dan? Toen zegt ze, het ging over Jezus, zegt ze, en een stier.